Welkom bij weer een nieuwe video. Ik sta heerlijk in de Spaanse winterochtendzon op het terrein van John. John is een vriend van mij en een soort buurman. We wonen in dezelfde straat. Dus daar is ook nog steeds de Piche Campana waar ik zelf woon. En de reden dat ik deze video opneem is, John die heeft een yurt op zijn terrein. En die wordt verhuurd. En die komt vrij per 1 maart. Dus per 1 maart kan er een nieuw stel of een nieuw individu de yurt intrekken. En ik voel me gewoon heel erg verbonden met de trein van John. Ik voel me heel erg verbonden met de yurt, want ik heb zelf een yurt. Ik weet hoe vet het is om in een yurt te wonen of te verblijven. En de energie en de dingen die John hier aan het neerzetten is, dat ligt ook echt aligned met mij en aligned met hoe ik integrated living zie. En sterker nog, toen ik hier net kwam wonen, 5,5 jaar geleden, en hier iets huurde in de vallei, toen was ik een paar keer bij hem op bezoek in zijn yurt. Ik had hem bij toeval ontmoet en toen zei hij, kom eens kijken. En toen ben ik naar zijn yurt gegaan. Die ga ik zo ook eventjes laten zien dan van de buitenkant. En het was ook in hem, in wie ik voor het eerst iemand zag die echt geïntegreerd leefde, dat hij daar in zijn stoel zat, in die yurt. En dat ik voelde van wauw, alles om jou heen ademt wie jij bent. Jij bent gewoon geïntegreerd in jouw omgeving. En jouw omgeving is gewoon geïntegreerd met wie jij bent. En dat had ik nog nooit in mijn leven gezien. Ik had dat nog nooit in Nederland gezien bij mensen. Het was altijd een ongeïntegreerd bestaan. En bij hem was gewoon alles aligned met wie hij is. Dus het is ook ja, gewoon een plek die je gewoon graag deel. Dus daar gaan we. Kijk, hier begint zijn oprit. Dus er is wel een asfaltweg tot de oprit. Nou, ik heb een busje geparkeerd. Hier staat het busje van vrienden van John. Die hebben hier een caravan. Die komen 2 keer per jaar, een maandje. En hier gaat het weggetje. Zijn trein op, zijn valleitje. En hij heeft een eigen vallei hier van 20.000 vierkante meter. En daar aan de overkant zie je ook zijn yurt. Hij woont daar op dat dek in de yurt met het schuurtje erbij. Een prachtige omgeving, prachtig uitzicht. En op het trein heeft hij dus nog een andere yurt en daar gaan we naartoe. En nog een typisch traditioneel Spaans huis gebouwd tegen een berg. Maar daar gaan we niet op in, we gaan voor de yurt. Splitst het weggetje zich af naar het casetaatje, dus het kleine traditionele Spaanse huisje gebouwd tegen de weg. En daar zijn ook mensen, dat is ook bewoond. Want deze plek was eerst, dus dat huisje en de huur waar we naartoe gaan, die was eerst voor verhuur gewoon per nacht. Dus het stond op Airbnb. Alleen John had besloten dat hij voor lange verhuur wil gaan, omdat ja, hij was gewoon het wassen en het inchecken en het uitchecken zat. En hij doet ook zonnepanelen installatieklussen bij mensen. Dat is helemaal zijn passie. Om echt het zelfvoorzienend wonen. En nieuwe stroom, schone energie om dat te promoten. Dus hij heeft ook elektrische auto, zonnepanelen installeert hij overal. Dus heel vaak was hij er ook niet en dat is een inchecken, et cetera, et cetera. Dus op een gegeven moment besloot hij, ik wil gewoon langer verblijven. Dus dat is veranderd. Dus nu zit er ook een stel uit Oekraïne zit in het huisje daar. John, die woont daar dus aan de overkant zoals ik zei. Dus al verblijf hier woon je dus ook een soort in de community. Ondanks dat je wel echt je eigen ruimte hebt, heb je ook ja, toch buren. Dus je bent echt vrij in de natuur en echt heel erg op jezelf. Maar je bent ook nog met elkaar, wat gewoon heel fijn is. En hier zie je ook de olijfvelden, echt de Spaanse campo. Olijfbomen, johannesbladbomen, amandelbomen zie ik daar verderop. Ik zelf van achter dat bergje. En hier, als je dus het wegje verder afgaat, staat dus de yurt die beschikbaar is per 1 maart. Lekker op
nieuw leven te wachten. Het is een hele fijne plek, je hoort ook echt de stilte. Daar beneden is John. Dat is een moestuin, de moestuin van de plek. Daar groeien de tomaten, de paprika's. Ik had laatst nog wilde spinazie en wortelen gehad. Hier wateropvangsysteem van de dakgoot van het huisje boven. En hier zie je dat je dus gewoon met je autootje hier kan komen. Ik had mijn auto boven geparkeerd. Maar je kan gewoon hier naar beneden rijden. Als je een auto hebt, het hier gewoon voor de deur parkeren. Dat is de auto van de vrouw die er nu in zit. Ja, dan kun je echt de uitzichten van Leij ook inzien. Of uitzien eigenlijk. We gaan dan hier zo een trappetje op. Chop, 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 chop. Dan kom je op de plot. De level, de laag van de jut. Hier zie je dus ook de mooie ligging echt in het valleitje van John zelf. Met het uitzicht, de bergen in en uit, een klein terrasje. Ja, voor als je joerts niet kent, nou misschien zie je voor het eerst zo'n tenthuisding. Het zijn de traditionele woningen van nomadische stammen uit Mongolië vroeger, van de steppen. En ik denk ook, hoe heet die landen, van Tsjetsjenië of zo. Maar in ieder geval die landen die steppen hadden, hebben, meer in het oosten. En het is dus eigenlijk een soort tenthuis, het zit er tussenin. En ook deze joert komt ook echt uit Mongolië, het is echt traditioneel gemaakt zoals het in Mongolië wordt gemaakt. Dus het is echt binnen van houtstructuur, we gaan er ook nog in. Dan isolatiemateriaal van jak, van echt de dieren die daar lopen. De paint, de verf, de versieringen, zoals het ook echt in Azië en Mongolië is. Dus het is echt een traditionele, ronde woning, echt vanuit de cultuur. Dus dat is super vet. Let's go in. Nu zit Rosa er nog in. Spulletjes die staan hier lekker, die hangen hier lekker. Het is heel authentiek, rustiek en een beetje Arabisch-Marokkaans ingericht. Hier zie je dus ook die versieringen van Mongolië. Echt traditionele versieringen, wat we op hebben gedaan. Dus het is oranje, de stokken. Het heet ook Yutanaranga heet deze. Dus oranje jut. En het is perfect voor een koppel. Als je met z'n tweeën bent. Het is gewoon twee persoons bed. Of voor één persoon. Je hebt gewoon zitplekjes. Je hebt gewoon een ruim bed. Ik heb zelf ook een jut die ik verhuur. En daar zie ik ook dat het gewoon perfect is voor twee personen of voor één persoon. Meer niet echt, denk ik. Kan wel, maar dan komt er natuurlijk een... Of je moet een babytje hebben, maar dan komt er natuurlijk een bed bij. En dan neemt je er nog meer space in. En uiteindelijk is het niet super groot. Het is 6 meter diameter. Dus vierkante meter. Ik weet het niet, maar volgens mij is het rond de 25, 26, 27 vierkante meter. Als je het uitrekent. Dus het is niet super groot en alles speelt zich af in één ruimte. Maar voor een koppel, voor z'n tweetjes, of alleen, is het gewoon helemaal perfect. Typisch dak dat je naar buiten kan kijken. Hij is een beetje vuil. Hij is ook in de
uit te kijken. Ja, en als je dan naar buiten loopt, heb je weer direct die... Bam! Als je echt in één klap in de natuur bent. En ja, echt disconnected. Gewoon niet in contact met society ook. Gewoon echt op jezelf. Alles om je heen is natuur, rust en ruimte. Ja, zie je, heb je nog een terras met stoeltjes en een bank waar je voor kan zitten. En het trein zelf, dus het hele trein van John is echt off-grid. Dus alles is off-grid. Dus elektra komt van zonnepanelen, het water komt van een deposit. De warmte komt van hout of gasflessen. Dat is ook een hele stoere, coole ervaring. Dat is heel anders dan on the grid wonen. En heel veel is buiten door de woonvorm, door de yurt. Daar is de badkamer buiten, daar lopen we nu naartoe. Dus als je dit paadje volgt. Hier gaan we een ander terras, daar zie je de yurt weer. Naar een ander plot. Daar is best wel een. Helemaal als je het met mijn badkamer vergelijkt die ik heb voor de yurt, voor mijn eigen yurt. Is het best wel een luxe badkamer die er is. Kijk, daar is die. Wat ik persoonlijk heel fijn vind aan de badkamer is dat het buiten en binnen tegelijk is. Dus het is wel echt omheining van de muur. En tegelijkertijd is er ook en een dak. En tegelijkertijd is die ook open. Dus hier, je hebt echt, je bent echt in een badkamer hier zo. Met een wasbak. Dus daar is 's ochtends je tandjes te poetsen. Met het heerlijke uitzicht zo. Op je eigen huisje, op de bergen. Op de Pichincampagna, de berg daar. Hoogste berg van de provincie. Hier is de toilet. Dan is hier de shower. En het is heel eventjes, omdat het winter is, deden ze doeken opgehangen. Dat de persoon die hier nu woont, vindt het wat frisjes douchen. Ik persoonlijk zou het zelf niet doen. Ik zou gewoon lekker douchen en die kou willen voelen ook. Ik douche thuis ook heel vaak buiten. Maar anders sta je dus hier te douchen. Met echt ook weer uitzicht. Nu kan je het niet zien, maar uitzicht op de bergen. Hetzelfde uitzicht als je dat hier hebt. Dus dat is echt super mooi. Ja, en dan loop je buiten om. Hier zie je dus weer dat traditionele Spaanse huisje gebouwd tegen de berg, waar dus de andere stijl woont. Die gebruiken niet deze badkamer, die hebben gewoon alles daar zelf. En dan heb je hier nog je keukentje. Hier is nog een keukentje. Hier kan je gewoon koken, koelkast, water, ook weer afdak. Kan je lekker eten. Dus heel veel is simpel, maar tegelijkertijd is ook alles er. En tegelijkertijd als je bedenkt van wauw, ik ben gewoon in een locatie. Hé, eekhoorntje, de boom daar. Als je bedenkt van hé, ik ben gewoon op een locatie waar 5, 6, 7 jaar geleden niks was. Dus van iets is er gewoon niets. Is het best wel luxe. Want dit is eigenlijk gewoon rauwe natuur. Waar nu gewoon echt een woonplek is. Ja, zo weet ik toevallig, omdat ik John nu al 5 jaar ken. Dat hij jarenlang met deze yurt superhost was op Airbnb. Dus toen hij dat deed was hij superhost. Dus mensen hebben het echt 5 star gerate. Het meeste. Soms natuurlijk iemand 4 star. Maar het was dus gewoon een superhost. Het is een superhost locatie. Als hij zijn account activeren, is hij gewoon superhost. Dus mensen zijn hier gewoon altijd heel gelukkig. Ja, dan zie je weer onze woonplek.
Ja, dus vanochtend tuned ik gewoon in van, hey, waarom voel ik me ook gemotiveerd deze video op te nemen? Ik denk dat het echt een hele unieke kans is voor heel veel mensen die alternatief willen wonen, meer geïntegreerd met de natuur, misschien Nederland willen verlaten, om echt op een unieke manier in de natuur, zonder dat je zelf echt de grote vaste lasten hoeft te dragen, want je hoeft niks te kopen, in community echt kan wonen. Dus je kan het huren voor 3 maanden, 6 maanden, 9 maanden, 12 maanden, 2 jaar. Weet je, het is gewoon te huur. En ik denk dat het gewoon een hele unieke, ja, het is volgens mij gewoon een pareltje. Waar vind je dit nou? Kant en klaar gewoon ingericht waar je zo in kan, op zo'n plek. Yes, dus als je hem voelt, als het resoneert, als je vragen hebt, als je interesse hebt, rijk gewoon heel eventjes uit. Ik kan je ook je vragen beantwoorden. Maar als het super, 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 super concreet is, dan kan ik je gewoon met John door verbinden. Gewoon een goed contact van mij. En heel misschien, net als Rosa die nu daar in de joet zit, is het voor jou ook de volgende stap. Voor haar was het ook de volgende stap. Zij bij ons op retreat was geweest, bij mij op retreat was geweest. En vanaf daar voelde van, hey, ik kan in Spanje wonen. Toen kwam dit vrij, toen heb ik haar geïnformeerd. En voor haar was dit echt de opstap, ja, naar een nieuw leven. En zij gaat nu door, zij gaat iets anders doen. En ik voel van, nou, de deur staat nu weer gewoon open voor een nieuw iemand die deze opstap kan gebruiken. Dus als jij dat bent, of als je hem voelt, of als je deze video later kijkt, over een jaar of zo, en je voelt het dan ook nog, rijk gewoon uit. You never know wat dan weer mogelijk is.